Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag gaan we verder met Owlet, zo is dat blauwe. De vorige keer zijn we hier gebleven. Zoals je ziet is de mist opgeklaard. Het is wel redelijk donker buiten. Maar we hebben de camera, dus oh, ik moet hier naar beneden. Fuck. Als ik iets haat in een horrorspel, of toch een Outlast, is het naar beneden gaan. Want dan word ik door een van de reden altijd wel gereept. Oké, omdat dat een dubbele deur is, kan hij daar niet in. Dat is ook wel heel logisch. Oké, nu ben ik even terug binnen. Oh, en... Ah, hallo. Eigenlijk, wat te mogen, ben ik nog niet zo bang. Ah, van hier hebben waarschijnlijk de papa-broeders al hun wapens en zo. Ah. What the fuck? Pak dat op, ja. What the fucking hell? Ik ga ook zo heel droog terug naar buiten. Maar ik zou geen gletscher zijn als ik dat niet zou doen. En ik zou ook niet verder geraken als ik dat niet zou doen. Dat is zo mijn zenuwachtige dingetje. Oh, waarom voel ik me hier niet zo veilig? Oh boy. Ik voilà. Ah, wauw. Yo. Ligt hier een batterie? Nee. Oké. Dat is wel vies. Ik wil niet weten wat er met dat water is gebeurd. Maar dat zal wel aan mij liggen, zeker. Oh. Oh, dat staat helemaal onder stroom, ja. Ja, daar ga ik niet aanraken. Fuck. Fuckity fuck fuck. Oké, hier kan ik niet in. Hier wel. Oh wow. Is hier serieus niks? Maar hoe ga ik hier door? Amai. Ja, vriend. Ja, dan ga ik toch. Ah, wacht eens. Hier. Oh wow. Wacht even. Dat is echt een eng moment, hè, camera hier lopen. Ik weet niet waarom, maar daar zit hier zo helemaal niks. Oh wow, kom ik hier niet van? Nee, 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 hier kom ik niet van. Oh. What? Oh wow. Come on. Is hij aan het vappen? Dat is een wanders, zo aan die wanders noemen. Zet dat eens af. Ik ga maar snel teruglopen, zeker. Ja, hier kom ik van, hè. Nee. Wat? Waar staat die stroom nu terug aan? Of niet? Ja, what the fuck? Oh, gast. Dat is echt wel vies eigenlijk. Oh,
Oh, we moeten terug voorbij Wannes gaan. Oh, wauw. Ah, Wannes is eruit. Ah, hem blijft nu af. Fuck off. Ga weg, Wannes. Ah. Holy shit, dat had ik echt niet verwacht. Loop, boy. Ik zie niet waar die deur is. Ah, hier. Ah. Komt Wannes achter mij aan of niet? Hé, hey, Wannes. Oké. Okay. Fuck you, Wannes. Ja, ik ben... Oké, dat was een wallrider. Jumpscare. Ah, ik heb buikpijn, want ik moet kakken. En drie keer van de zin. Oh, ik ben al terug buiten. Oh boy. Ja, jee. Oh, geen saving. Get out. Get fucking out. What the hell was dat? Dat was niet gezond. Iemand kwam mee in het zwembad. Wat je een zwembad noemt natuurlijk. Dit is echt wel een zwaar dolo eigenlijk. Ah ja, misschien moet ik nu wel naar hier gaan. Oké. Okay. Is dat Wannes? Ja, denk ik. Deze doet me echt denken aan Assassin's Creed. Assassin's Creed in Outlet, nice. Uh-oh, de vorige keer dat we op een trap gingen met de wallrider was dat niet zo goed afgelopen. Oké. Okay. Het is al vrij hoog. Maar zoals ik al ooit eerder zei, hoe hoger ik ga, hoe veiliger ik me voel. Oh man. Oh, saving. Oh, kijk een mooie berg. Oh, deze is echt wel fucking hoog. Eet asylum. Oké. Okay. Oh, klim dan. Die wacht 10 jaar. Dacht, ik ga eens eerst rustig naar beneden zien. Oh, stomme hond. Hé, hey, die is zo dom, je. Fucking Waylon. Zo noemt hij trouwens. Wow, is dat een meisje? Meisjes. Het probleem is in deze... Ah, ik dacht dat er een boekje was. Precies zo'n hutje. Ja, hier is een batterie. Mark my fucking words. Wat, ik ga even reloaden. Ah, wauw, ik kan alleen maar naar rechter. Oké. Okay. Wauw. Ik ben echt zo'n speler die... Een speler die altijd zijn
die zijn bek kijkt. Glaskin? Is dat Eddie Glaskin of niet? Oh wow, de flashlight werkt hier heel goed. Oh wow. Ik heb het gevoel dat ik een batterie heb gemist. Ik durf wel te wennen dat ik in het hele spel 5 batteries heb gemist ofzo. Kijk hè, jumpscare. Nou ja. Ik ben geen gift voor de groom. Misschien toch wel. Guys, ik ben een gift voor de groom. Oh wauw. Hé, hey, ga wat drinken. Je hebt sowieso door. Maar hier moet toch wel een batterie liggen. Oké, ik ga er even onder. En ik ga mijn omgeving inspecteren. Maar hier kan ik echt wel goed inspecteren. Jesus Christ. Oh. En wie is dat? Oké. Veel plezier zelf moet playen. Oh wauw, ik haat zo'n stukjes. Verschrikkelijk. Ah, hallo. If they catch us, you give us to him. Ja. The man downstairs. Right. Very bad. Very, very bad. God. Oh god. Ja, 9 van 10 moeten we daar toch naartoe gaan, dus. Oh wauw, nu is hij ook ineens weg. Geef me een batterie, ik word ongelukkig. Ja, ik ben sowieso ongelukkig als ik deze fucking spel speel. What the hell? Oké. Okay. Ja. Ik zag hier iets glimmen. Ja. Ik kon die batterie trouwens door die doos zien. Ah, oké. Okay. Ik aanvaard het foutje van de makers. Oké. Okay. Ah, een boekje. Ik pak mijn boekje wel mee. Oh boy. Oh boy, 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 boy. Oké. Zegt u die vrouwendokter sowieso Eddie Glaskin? Zo die kerel van in het begin. Die zo moest redden met die software. Want wij zijn de software guy, remember? Kan ik hieronder haaien? Nee. Maar ik wil echt weten wie die mannenstem is die ik zo heel de tijd hoor praten. Oh, een lab. Oké. Ze zijn stil. Praat maar verder. Oh, ik heb gehoord dat een jumpscare gaat komen. Oké, wacht. Nu ga ik wel hierop. Uh-oh. Uh-oh. Ah, ga weg, Pedro. Hier, ja. Erdoor. Ja.
Uh-oh. Oh. Ow. Oh, wow. Oh, yeah. What the hell? Uh-oh. Ik heb ook ineens een paar FPS erop, dat is vrij lastig. Ja, dat is voor vrouwen. Hier maakt ze waarschijnlijk kleren of zo. Voor die patiënten of zo. Oh, what the hell? Oh boy. Hé, een vrouw. Maar dat is die is wel aan het beffen, maar oké. Dat is pretty weird. Ik probeer een beetje batterie te falen, batterie is niet zo goed. Ik heb echt zo'n slecht gevoel over deze. Oh boy. Oh boy, dat is de enige suiker ook. Oké, wacht, dan moet ik die deur hier gebruiken. Dark. Dat was Eddie, denk ik. Oh fuck. Auw joh. Je houdt van mij, maar je slaakt me wel. Uh-oh. Oh wow. Oké. Oké. Okay. Oh fuck, nu zit ik in hetzelfde schuitje als daarnet. Wat voor een kutwoord is dat nu weer? Oké. Okay. Auw. Oh fuck. Lezen was niet zo makkelijk. Dat is zo'n nieuwe stalker. Waar is ze? Stop ermee, godverdomme. Oh man. Loop. Hou, tegen de muur.
Oh, wat? God. Godverdomme. Uh-oh. Ah, shit, man. Ai, ai, ai. Maar je doet net vermoorden, hè. Rather die than be with me. Oh, gast. Oké, okay. Ik denk dat het genoeg is voor deze keer. We hebben dus een nieuw iemand die achter ons aan zit, genaamd Eddie Gluskin. Het is vrij kut, maar ik ben heel goed van hem afgekomen. Dus ik heb vrij veel geluk gehad, of skills. Het is hoe je het ziet. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer. Jezus. Zie je de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg ciao.